Terwijl ondertussen hier weer de rust is wedergekeerd in de studio. Er ligt hier kibbeling, er ligt hier bier, maar dat gaan we allemaal netjes schoonmaken, echt waar. Geen probleem, geen probleem. Ondertussen hier in de studio niemand minder dan The Boy Next Door! Wat een lucht. Wat een lucht hier, jongens. Niet normaal, hè? Vislucht. Ja, een beetje wel, hè? Het ruikt een beetje ook als carnaval, man. Ja. Het hoort er wel bij vandaag, toch? Ja, mis je carnaval een beetje? Altijd, toch? Ja, ik ook. Ja, we leven het hele jaar naartoe, toch? En dan denk ik zo de eerste 3-4 weken daarna denk ik altijd blij dat het afgelopen is. En dan de maand daarna denk ik... Dan begint het alweer te komen, hè? Ja. Hey, hoe is het? Ja, we hebben elkaar... Wanneer hebben we elkaar nog gezien? Ja, daar zat ik net te denken. Wanneer was dat? Waar was dat? Donderdag in Portugal hebben we elkaar nog gezien. Bij Totally Summer, Albufeira. Ja. Dat klopt, ja. Ik moet echt even denken. Zo. Ja, want even neem ons een beetje mee naar jouw reisschema. Ik weet het niet helemaal uit het hoofd kan, maar ongeveer een beetje hoe dat gaat bij jou. Ja, ik ben nu hier. Het is nu, hoe laat is het? Half één. Ja. Ik vlieg morgen om 6:30 van Amsterdam naar Praag. En dan van Praag naar Burgas, dat is Bulgarije. Ja. Daar doen we dan een show, een paar uurtjes slapen. Dan weer van Burgas naar Praag, van Praag naar Amsterdam. Dan van Amsterdam naar Mallorca. Doen we daar show. Okay, en dan op vrijdag terug. Dan doen we zaterdag 3 festivals in Nederland. Zondag gaan we met de boot naar Terschelling. En dan maandag van Terschelling naar Groningen. Want dan vliegen we naar Lorette. En dan dinsdag van Lorette naar Kroatië. En zo gaat het door tot september ongeveer. Denk je wel eens, waar ben ik aan begonnen? Nee, man. Nee. I love it. Love it. Ja, want het is echt gewoon eigenlijk vliegen, draaien. Vliegen, draaien, even slapen. Ja, het is op dit moment echt eigenlijk 7-8 weken lang is het gewoon maandag tot met donderdag. Een beetje zo in het buitenland. En dan wel op de Nederlands... Voor de Nederlanders, zeg maar, de bestemmingen. En dan meestal vrijdag, zaterdag, een beetje op zondag doen we festivals in Nederland. En dan gaan we weer door. Ja. Dus het gekke huis. Ja, en heb je af en toe wel eens het idee van wat overkomt me allemaal? Dat het zo snel gaat. Je bent inderdaad 5 uurtjes ben je daar en dan moet je weer door. Ja, het is echt bizar. Het gaat, je leeft in een soort van... In een soort van tunnel of zo. Ja. Mijn vriendin die zegt zelfs van ja, als je thuis bent, dan ben je er ook eigenlijk niet of zo. Je bent alleen maar met de zomer toe bezig. Maar voor andere mensen is het vandaag gewoon dinsdag. Ja, dinsdag. Ik moest even denken. Ja, dus dat merk je wel, maar hoort erbij. Ik hou ervan. Dus, en hoe is het in het buitenland? Is het hoogseizoen echt begonnen? Ja, het is nu echt gekhuis. Ik zou zeggen, als mijn dochter, als ik die zou hebben, daar zou zijn, dan zou ik me wel een klein beetje zorgen maken. Ja, sorry voor alle ouders, maar ik zie gekke dingen gebeuren. Het Sodom en Gomorra is overal te vinden nu. Maar wat zijn een beetje de gekke dingen die je nog meemaakt? Is het echt mensen die torens bouwen tijdens jouw sets? Ja, dat gebeurt in Nederland gelukkig ook wel een beetje. Maar met drank op gebeuren er schijnbaar veel. Als we naar huis lopen of zo, of naar het hotel, dan zie je ook mensen liggen. En we willen ook een soort van soort van zomertour bingo kaart kunnen gewoon maken. Van het stelletje die op de stoep zit huilen. En we komen ze elke week weer tegen. Dus dat is fantastisch. Ja, en als we dan bijvoorbeeld naar Albufeira afgelopen week. Ja. Dan die beginnen dan, want jij staat op Totally Summer, hè, dat klopt. Is overal. En dan, dat begint om 8:00 of zo. En dan zijn ze om 11:00 zijn ze redelijk aan. Dan gaan ze door naar de discotheek of de kroeg. Ja. Om 4:00. En dan is er nog een afterparty. Die zijn echt helemaal af, joh. Als ze terugkomen in Nederland. Zelfs in Mallorca heb je de Heinekenbar. En die gaat pas om 6:00 open. Tot 10:00 ochtends. Dus Hoort er ook bij. Ja, en dan festivals in Nederland. Maar dat is alleen op zaterdag. Of pak je ook af en toe op vrijdag? Vrijdag, zaterdag, zondag. Het ligt een beetje aan ons schema. Dus dat, het verschilt nogal. Soms op vrijdag één of af en toe nog een club. Maar het is echt vooral op zaterdag en zondag de festivals wel nu, ja. Laten we zo nog eventjes hebben over Tilburg en over de kroeg hier. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel dit geweest. Dit is mijn stadje, ja. En we gaan natuurlijk even jouw plaat draaien met Criss Cross Amsterdam. We gaan eerst even naar het weer. Okay, of wil je het weer doen? Ik heb dat nog nooit gedaan. Hoe vind je het leuk? Je hoort dadelijk een muziekje. Okay. En dan moet je dit gewoon lezen. Dit. En dan doe ik daarna het volgende stukje voor... Oké, let op, hè. Komt hier. Ja. Mag je al? Ja, ga je al. Okay. Warmte is een emotie, zeggen critici. Maar het was gewoon heel warm vandaag. En het is nu nog steeds niet echt fris, met zo'n 25 graden. Vannacht wordt het niet koeler dan 20 graden en morgen wordt het 38 graden, lieve mensen in Tilburg. Het verkeer. Het is rustig om de wegen rond Tilburg en ook op de kermis wordt het langzaamaan iets rustiger. Dat betekent dat je in alle parkeergarages terecht kunt. Nou, voilà. Ben ik aangenomen? Ja, voor mij wel. Yes, eindelijk. Cross Amsterdam and the boy next door, whenever. Op Kermis FM. Hé, lekker man.
Draai je deze ook nog veel in je sets? Ik vergeet het altijd, om mijn eigen platen te draaien. Ja, dat kan ik me dus helemaal voorstellen. Yeah. Of dat je op een gegeven moment zoveel aan het draaien bent dat je niet meer weet van heb ik dit nummer nou al wel in mijn set gedraaid? Ja, mijn tourmanager die moet altijd zeggen, ja Lex, je hebt ook nog eigen platen. Ik vergeet dat gewoon. Ik vergeet het oprecht. Dus dat is wel goed als er iemand bij is. Ja, dat wel, dat wel. Hey, ja, Tilburg, en vertel eens even jouw geschiedenis hier in Tilburg. Ik bedoel, dit is voor jou een beetje thuiskomen, hè? Ja, ik ben echt een geboren en getogen Kruikenzeiker. Ja, top man. Ik woon hier al 26 jaar en ik ga hier denk ik ook nooit meer weg. Nee. En ja, sinds ik 17 ben of zo. Nou, zelfs eerder nog. Want ik heb toen ik rond de 14 was, ja, heb ik bij L'Orangerie gewerkt. Die is op de Côte d'Azur, een restaurant. Ja, ja. Daar stond ik in de afwas. Ik heb op de Schouwburg gewerkt, bij de Carousel. Ik heb bij Café Karel gewerkt. Die zat nu niet meer helaas, maar die zat hier een tijdje op de Heuvel of best lang. Ja. En vervolgens toen ik 17 was, ben ik bij de Philip terechtgekomen. Hier op de Hoek natuurlijk. En ja, daar ben ik eigenlijk nu nog steeds een soort van achter de schermen een klein beetje bezig. Omdat ik het niet los kan laten. Maar ik heb daar zeker 8 jaar gedraaid. Dus ja, stop. Af en toe nog wel eens heimwee als je... Ja, top, ja, ik probeer er altijd wel even nog te komen of zo. Om, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon iets met de tent en sowieso ook met Tilburg. Ik ben veel in het noorden, maar ook in het westen van het land. Ook veel Amsterdam en Den Haag, Hilversum. Een beetje waar mijn boekingskantoren zitten en mijn label. Maar ik vind het altijd tof om terug te komen in Tilburg. Dus ik blijf hier zeker wonen, ja. En neem ons even mee. Dit Tilburg Kermis, dat is echt een ding, hè? Dit begint april te kriebelen bij iedereen. Ja, en dan, Ja, vooral de eerste dagen van tevoren, wat iedereen ook zegt, als de kijkmeneer een beetje zo de hoek om komen kijken. En je voelt dat de stad wordt opgebouwd, dan krijg je helemaal dat gevoel of zo. Dat heb ik ook al een beetje met Koningsdag, maar met de kermis nog 10 keer zoveel natuurlijk. Snap ik, ja. Dus dat is wel echt Tilburg of zo, ja. Ja, en hoe vind je het tot nu toe? Ja, ben je al een rondje geweest of is het gisteravond heel even snel. Ja, Roze Maandag is natuurlijk wel echt speciaal. Ja, is echt top. En goede sfeer en leuke mensen. En morgen, over... 5 uur of zo ga ik weer naar Schiphol. Dus Ik ga je niet plagen of zeggen van je moet daarin of zo. Maar wat zijn dingen waar jij heel snel voorbij loopt? Sowieso, ik weet niet hoe dat heet. Maar niet de booster en zo. Maar je hebt zo'n ding die gaat zeg maar net niet over de kop. Een soort schommelschip. Alleen dan in de vorm van een... Rondje. De chaos of zo. Of de chaos. Ik heb geen idee dat. Ik snap wat je bedoelt. Zo'n schommel. Maar, ja, ronde schommel. Zodra het zeg maar heen en weer gaat continu. Dan is het... daar kan ik echt slecht tegen. Ja, ik snap het. En spookhuizen ben ik ook niet van. Nou, kijk eens even. Dat is ook niet mijn ding hoor. En hier hebben ze nog live actors. Dus dan krijg je ook nog een halve verzakking. Nee, dat is niet mijn ding. En ben jij meer van de spelletjes? Of dat vind je wel? Ja, sowieso. Kamelenracen. Ja, dat En ik heb gisteren ongeveer €30 uitgegeven om een soort alpaca knuffel te grijpen. Voor de vriendin? Nog steeds niet gelukt. Ja, voor mijn hond eigenlijk. Oh. Maar je denkt ook, ja, mij hebben ze niet, weet je wel. Na een tientje denk je van, ja, nu heb ik hem wel. Maar nee, man. Hoort er ook een beetje bij, hè? Dat is ook kermis. En qua kermis eten? Waar stop je churros. Voor? Churros. Ja, churros. Ja. En dan niet allemaal met chocola en zo, maar gewoon met poedersuiker. Ja, en geen kaneelsuiker. Geen gelul. Precies. Churros. Lekker, man. Hey. En is dat dan met die chippies? Weet je, die rondgedraaide chips? Die vind ik ook goed, hoor. Ja, zijn die goed? Ja, die zijn top, ja. Dat is wel een beetje moeilijk of zo. Je betaalt gewoon... Oh, dat mag ik misschien niet zeggen. Nee, ik heb niks gezegd. Koop allemaal de chips. Jij gaat lekker naar bed. Ja, fijn dat je even was. Voor jou altijd. Top man, we gaan nog even deze draaien. Oh, natuurlijk. Kijk, leuk. Ja. Thanks, en dan zien we je snel weer. Fijn dat je even was, man. De Boy Next Door hier in de studio. Morgen dus weer. Nou weet ik het weer niet. Mallorca? Nee, Bulgarije. Bulgarije. Godverdorie. Ja. Ik ben het al vergeten, kun je nagaan. Ja, kun je nagaan. Fijne nacht, man. Yo, thanks. I'm